Oh ja. Toen hadden we het besloten. Dat was de oplossing. Iets van ons samen. Nou ja, dat dachten we. Dat hoopten we. We misten iets toen. We deelden niks. Toen begonnen we aan een kind te denken. Dat doen zoveel mensen. Soms zou ik het wel eens willen zeggen. Maar hoe? Ik had het me heel anders voorgesteld. Een soort geluk met elkaar. Maar dat is het niet geworden. Ik voel me alleen. Terwijl we daarom juist een kind wilden. Het is eigenlijk onbegrijpelijk hoe we hebben kunnen zeggen dat onze relatie aan een kind toe was.